Tom vertelt is wat anders dan anders. We zijn nu bij het kamp van Westerbork en bij het herinneringscentrum. We willen graag zien, eigenlijk niet, maar wat er zo'n 75 à 80 jaar hier gebeurd is. We weten het wel, maar we willen het nu ook een beetje zien en de verhalen horen. Als jullie met me meegaan, dan krijgen jullie wat te zien en verhalen te horen. In de hoop dat we zeggen, we hopen nooit dat dat weer gebeurt. Ga maar mee. We zijn hier bij kamp Westerbork. We hebben er straks een rondleiding gemaakt, allerlei dingen gezien en gehoord. En het is gewoon verschrikkelijk wat je hier ziet en de verhalen die je hoort. 102.000 mensen die om het leven zijn gebracht. En daar staat dus wel heel treffend, 102.000 keer één mens. Het gaat om mensen zoals jij, u en ik. En ieder mens is er één. Onvoorstelbaar wat mensen elkaar kunnen aandoen. Nu gaan we even verder naar het kamp zelf. Hier staan we bij een van de wagons. Een van de vele die gebruikt zijn om Joodse mensen, Roma's en Sinti, naar verschillende kampen te brengen. Naar Theresienstadt, Bergen-Belsen en onder andere naar Auschwitz. Onvoorstelbaar als je de film ziet hoe mensen als dieren in wagens werden gepropt. En ze dachten dat ze gingen werken. Maar velen, ook hier vanuit Westerbork, zijn nooit teruggekeerd. En als symbool van de verschrikking staat zo'n wagon hier op Westerbork. Dit is barak 56, vanaf 1942 gebruikt als woonplaats, werkplaats. Je legt een steentje op een gedenkplaats. Dat doen ze in Israël, dat doen ze hier. We zijn hier aan het einde gekomen van het spoor. Het spoor stopt hier, maar in de Tweede Wereldoorlog ging het verder naar zoveel plaatsen. We hebben dus straks het verhaal gehoord van een mevrouw die het overleefd heeft. En die mevrouw die zei, ik vertel dit verhaal, omdat die oorlog zo verschrikkelijk is. En zij zei, jongeren, als je in de klas zit en er zitten mensen in die anders zijn, aanvaard elkaar. Dan hoeft er geen oorlog te komen. De opdracht ligt bij de jongere mensen. De oudere mensen, maar zeker ook bij de jongere mensen. Aanvaard elkaar. En is dat ook niet de Bijbelse opdracht? Om de anderen te aanvaarden. Omdat de Heer Jezus ons aanvaard heeft. En als Hij ons aanvaard heeft, wat kan er dan ooit nog zitten tussen andere mensen en ons? Nee, niets. Dus Westerbork, dat leert ons iets. Een verhaal, een geschiedenis. Om niet te haten, maar te aanvaarden.